de Wietpas. Hij is dinsdag officieel ingevoerd in het zuiden van Nederland. Met deze maatregel hoopt minister Opstelten de overlast van drugstoeristen te beteugelen. Maar twee dagen na invoering is Maastricht verworden tot een heuse vrijstaat voor drugsdealers. Omdat coffeeshops uit protest hun deuren gesloten houden, zijn cannabisgebruikers aangewezen op de straat. En dus beleven drugsdealers gouden tijden. En oma Gent, die kijkt gewoon opzij. Ik ben filmen. Wat moet je hebben? Ik heb nogal een paar zakjes. Verkoop hash, verkoop cocaïne, heroïne, alles. Gaat de zaak nu beter dan nu de coffeeshops dicht zijn? Die zaken? Ja, die coffeeshops zijn. Alhamdulillah. Meer klanten bij? Ze geven meer geld aan Marokkanen. Wat heb je voor 10 euro of zo? Wat heb je? Klein zakje. Klein zakje? Nee, ik moet wat meer. Ik moet hash hebben. Ja, hash heb ik nu. Ik heb wel een beetje wiet. Ik heb gewoon zelf wat gekocht en ik heb wat extra, weet je, ik doe dat normaal niet, maar... Maar het is wel slim toch? Je kan, als je heel veel gekocht hebt nu, en nu kun je het makkelijker kwijt, lijkt me, op straat. Ja. We staan overal momenteel. Van die drugsdealers? Ja. Vandaag zijn we hier echt door de stad gelopen en we zijn door zoveel mensen aangesproken. Want wil je wat kopen, wil je wat kopen, is echt ongelooflijk. U weet dat ze daar staan. Wat doet de politie daaraan dan? Aanhouden? Ja. Maar... drugsdealers is niet het enige wat we hebben, hè? Nee, snap ik. Hoe gaat het nu met de zaken dat de coffeeshops nu gesloten zijn? Goed, dat heb ik goede business. Ja, toch? Draai je overuren? Ja, zie je toch, dan sta ik je niet. Wat kun je allemaal regelen? Alles. Laat maar geld zien, krijg je het. Ja, ja. Morgen ga ik tv kijken, jongens. Goed de maasje, jongen. Neemt het nou toe dat de coffeeshops dicht zijn? Denk je zelf? Ik heb geen idee. Ja, nee, natuurlijk. Iedereen, de klanten, er waren normaal 14 koffie, die in normaal 14 coffeeshops zitten, die heb je niet beslagen. Omdat zij de deuren hebben dichtgegooid. Nee, Engels. Ja. Is goed, kijk, die normaal is 20. This is not 20, man. It's 20. Yeah. Op één dag heb je genoeg geld. Geloof wat is me, genoeg? Heb je een maand salaris. De wietpas is eigenlijk een geschenk uit de hemel voor jullie. Ja, man. Voor ons wel, ja. Want? Ja, doekoe, jongen. Ja, kijk, coffeeshops zijn dicht. Mensen moeten wiet hebben. Komen van België, Frankrijk, Duitsland. Komen meer hier naartoe voor wiet. En dan gaan jullie de prijs omhoog gooien. Ja, sowieso. 1,8, 40, 50 euro. Dan zit je toch op 9000. Gaat goed, een goede kant op hier. Laat maar komen. Ze staan daar toch? Kunnen ze niet meteen nu aanhouden? Vandaag hebben ze allemaal met dingen aangeboden. Heb je het gezien? Of heb je alleen aangesproken? Ik zal je wat laten zien zelfs. Mm. Ik heb wat gekocht. Nou, ben jij de eerste die ik aanhoud vanavond? Oh jee. Vind je dat de politie hier nou hard optreedt? Ik denk dat het gewoon flikkers zijn. Flikkers. Waarom? Ja, dat het gewoon flikkers zijn. Ik moet ze niet. Dat ze maar echte mensen gaan vangen, echte boeven. Maar hoe lang gaat het? Auto, hè? Mensen zeggen, kijk, daar staan ze te dealen. Ja, maar wat heeft hij dan gezien? Ja, ze staan al de hele tijd. Ja, maar wat doen ze dan? Ze doen helemaal niks. Ja. Ja, er komt toevallig een vriend van hun voorbij rijden. Lopen ze naar de auto, spreken ze aan. Zeggen, zie wel, ze houden mensen staan. Ja. Het is niet zo gemakkelijk als iedereen zegt en denkt. Oh, die veld is van mij. Op naar huis van mij. Hey, op van weg. Ja. Kunnen we niet gaan? Kunnen we meegaan of niet? Ja, dan ga je meteen weg. Probleem maar. Wie zijn dat? Frans? Ja, Belgische fans, alles. Nederlanders, noem maar op. Alle zakken leeg. Wacht. Hebben jullie dit allemaal vandaag verdiend, jongens? Ja, jongen. Allemaal vandaag. Hier, prijs op 85, bam. Wat is dat? En aan wie hebben we het allemaal te danken? Aan de burgemeester, jongen! En die komt de neuker!